Oké. Laten we meteen beginnen. Dit is een oefening mindlessness. Dat is bedoeld om energie bij je gedachten weg te halen en die naar je lichaam te brengen. Je gebruikt normaal 25% van je energie zit in het denken. En de andere 75% is voor je lichaam. En als je nou die energie bij je hersens weghaalt, dan kom je meer in het huidige moment terecht. En dan word je feitelijk, daar word je gelukkiger van. Maar goed, laten we meteen beginnen. De bedoeling is dat je 4 tellen inademt. Dan hou je je adem vast en dan breng je de energie. Verspreid je over je hele lichaam. Dat doe je in 7 tellen. Dus dan breng je je aandacht naar je, via je heupen, je benen, naar je tenen. En dan in 8 tellen, dan adem je weer uit. Kan het zijn dat je wel gedachten blijft houden, maar dat is niet erg. Er zijn zeg maar als een soort wolkjes die je voorbij drijven. En als je al je aandacht gebruikt om naar je lichaam te gaan dan en met het tellen bezig ben, dan zal je wel merken dat je automatisch minder denkt. Als je het goed doet, gaat het gewoon echt, gaan je gedachten helemaal weg. Oké. Komt ie. Dus in 4 tellen. Vast 7 tellen. En uit. In, vast, uit, in, vast, uit, in, vast. Uit. In. Vast. Uit. Nou, je kan zelf even doortellen. Het is lekker zoals je ogen dicht doet. Doe het maar even niet, want het ziet er een beetje gek uit. En dat je een makkelijke positie inneemt. Je kan zitten, gewoon rechtop. Sommige mensen kunnen de lotushouding. Of je gaat even liggen. Dat is het beste volgens mij. En dan vooral dat inademen heel diep doen. Dus echt dat je buik helemaal opzwelt. En dan op dat moment doe je alsof je je zuurstof door je hele lichaam gaat verspreiden. Bij mij zelf werkt dat goed om mijn aandacht naar mijn tenen te richten en die dan te voelen. En zo voel je in één keer de energie die in je hele lichaam zit. Dus één energieveld. En dan blaas je die 8 tellen weer uit. Maar je kan dan proberen om de energie of je aandacht in je hele lichaam te houden. En waar het ook goed voor is, als je zeg maar, je bent eigenlijk de hele tijd aan het denken en op een gegeven moment heb je niet meer door dat die gedachten jou denken. Dus het is ook lastig dan op een andere gedachte, je komt vaak in een cirkelredenatie terecht. Want het komt omdat die gedachten die passen bij een bepaalde emotie. Maar als je nou even ertussenuit wil, dus je wil een soort van een neutrale stand. Dan kan je deze oefening dus heel makkelijk doen. Eigenlijk kan je het overal doen, ook als je gewoon in de supermarkt, als je ergens staat te wachten. Je doet die 4 tellen in. 8 tellen vast. En dan die adem door je hele lichaam laten gaan. En dan weer uit.